Welkom allemaal bij de Ice Skate Challenge. Dit is een hele belangrijke wedstrijd in Insel, waar alle toptalent van Ice Skate aan de start staat. Zoals jullie allemaal kunnen zien is iedereen zich aan het inwerken. En ik kom even een kijkje nemen. Het is wel veel, hè? Maar nou ja, gezellig. Het is leuk. We hebben onze ploeg, we hebben de schaatsacademie, we hebben nog de meiden van Afterpay. En zo proberen we elkaar ook waar mogelijk een beetje te versterken. En het is gewoon leuk. Er zijn ook andere mensen om je heen dan alleen je eigen ploeg. Ja, het is gewoon één grote familie eigenlijk, om het zo te zeggen. En je ziet wel, zeker met het avondeten en het ontbijt, zijn we altijd samen. En het is wel leuk om, om echt samen op kamp te gaan, zeker. Zeker tevreden. Mijn 500 reed 39,4. Dat is een A-limiet, dus meteen geplaatst voor het NK. En, weer 3/10 harder dan vorige week, dus daar ben ik zeker tevreden mee. Ik voel me niet super fit, maar desondanks was het eigenlijk nog best wel een goede race. 36,3. Ik miste gewoon de power om echt goede race neer te kunnen leggen. Dat heb je gewoon nodig met 500 meter. Nou, het was de eerste van het seizoen en het viel niet tegen, maar ik had wel wat sneller gehoopt. Maar ja, dat is altijd zo. Wie van Icegate moeten we echt gaan letten dit komende seizoen, denk jij? Marcel Bosker, dat is een groot talent. Die rijdt nu bij de A'tjes rond. En zo heb je nog wel een paar jongens. Die Daida in de tap. Daar heb ik nog een keer mee geschaatst van de zomer. En dat is wel echt een heel groot sprinttalent. En dat zijn ook jongens die nog zoveel kunnen verbeteren. Als je dat ziet. Maar dat zijn wel de kampioenen van de toekomst. We gaan de komende weken fietsen hier in de bergen en lekker schaatsen vooral eigenlijk. En dan komende, over 2 weken is denk ik afstanden. En dan gaan we daar klappen.